Welkom en leuk dat je luistert naar de Dag van het Kasteel podcast over de rol van kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. Mijn naam is Chrissy Floor en ik neem je mee naar de gebeurtenissen die in de jaren 1940 tot 1945 en daarna plaatsvonden op kastelen en buitenplaatsen. In de volgende 9 podcasts staat telkens een ander kasteel of buitenplaats centraal. In deze podcast gaan we dieper in op het thema: kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. Waarom was de Tweede Wereldoorlog een belangrijk omslagpunt in de geschiedenis van kastelen en buitenplaatsen? En welke rol speelde de Nederlandse Kastelenstichting? In deze podcast verzorgt Fred Vogelsang, historicus en hoofdonderzoek bij de Nederlandse Kastelenstichting, een inleiding op dit thema. Nou, vandaag gaan we het hebben over welke rol kastelen en buitenplaatsen spelen in de Tweede Wereldoorlog. Fred leidt dit onderwerp in. Ik ben heel erg benieuwd wat je hierover te vertellen hebt. Ja, normaal als je aan kastelen denkt, dan denk je aan de middeleeuwen en aan belegeringen en allerlei akelige ziektes die uitbreken rondom de soldaten die om het kasteel gelegerd zijn en van die blijders die grote gaten in de muren slaan. Dus kastelen hebben wel iets met oorlog te maken. En je zou dan ook denken dat vooral de middeleeuwen de tijd is waarin die kastelen het meeste te lijden hebben onder oorlog. Maar gek genoeg is dat niet zo. In de middeleeuwen krijgen maar heel weinig kastelen iets met belegeringen te maken. En meestal is men ook wel zo beleefd om het van tevoren aan te kondigen. Zodat na een jaar, een week of 3, 4 kunt zeggen van nou, we hebben als belegerden ons best gedaan. En nou kunnen we ons wel met goed fatsoen overgeven. Dus er zijn natuurlijk kastelen vernietigd in de middeleeuwen, maar relatief weinig. Vandaar dat we er dus in de 20e eeuw nog een heleboel hebben. En het rare is en het onverwachte is dat juist de Tweede Wereldoorlog eigenlijk de tijd is waarin de meeste Nederlandse kastelen enorm te lijden hadden van oorlog. Terwijl je zou denken dat in die tijd met moderne oorlogsmiddelen juist de middeleeuwse kastelen nauwelijks een rol spelen in dat conflict. En het begon al in 1939, want toen werd de internationale dreiging ook voor Nederland niet meer te ontkennen. En toen moesten dus gemobiliseerd worden. En dat betekende dat soldaten moesten worden ondergebracht op plekken waar ze konden oefenen en waar ze de vijand konden afwachten. En dan hadden we in Nederland een aantal verdedigingslinies ingedeeld. En één daarvan was de Grebbelinie, die aan de oostkant van de Utrechtse Heuvelrug van Amersfoort tot aan Rhenen liep. En in dat gebied moesten dus duizenden soldaten worden ondergebracht. En we hadden in de jaren 30 een enorme economische crisis gehad. Dus veel onderhoud was er niet gepleegd aan de forten en kazernes in dat gebied. Dus die soldaten werden voor een deel ondergebracht bij de boerderijen in de omgeving, maar ook in de kastelen. Dus nogal wat kastelen, zoals bijvoorbeeld Renswoude, kregen ermee te maken dat de bewoners een briefje kregen van nou, u moet een x-aantal officieren en soldaten onderbrengen die in de omgeving dan aan het werk gaan om de forten op te knappen, nieuwe bunkers te bouwen, loopgraven te graven en al dat soort dingen. Het feit dat er zo'n verdedigingslinie ligt, betekent dus ook dat op het moment dat de Duitsers binnenvielen op 10 mei, daar gevochten werd. Want daar zaten de Nederlandse soldaten te wachten op de Duitse soldaten. Dus er werd daar flink gebombardeerd, flink geschoten, flink gevochten. En dat betekent dus ook dat een aantal kastelen en boerderijen die bij kastelen hoorden, in puin geschoten zijn. Gelukkig met Renswoude gebeurde dat niet, maar er zijn ook diverse huizen die daar wel behoorlijk wat last van hebben gehad. De oorlog duurde maar een paar dagen, dus je kan zeggen van nou gelukkig, hè, dan zijn we daarvan af, dan wordt er een wapenstilstand gesloten en dan kan men weer verder met zijn gewone bestaan. Maar ja, de Duitsers hadden ook een heleboel soldaten die moesten worden ondergebracht. En een hele organisatie in te delen. En bovendien moesten zij Nederland klaarmaken voor verdediging tegen aanvallen van buiten. Want het was nu bezet gebied en dat wilden ze graag in handen houden. Dus ook die Duitse soldaten moesten ondergebracht worden. En hun oog viel op die Nederlandse kastelen. Want dat zijn grote gebouwen met veel kamers. En over het algemeen dikke muren. Dus het is toch een beetje lastiger om je daar uit te laten verjagen. En een ander voordeel is dat kastelen en buitenplaatsen vaak in een groot park liggen. Dat betekent niet alleen dat je heel veel ruimte hebt om bijvoorbeeld wapens op te slaan en tanks te parkeren, maar ook dat je mensen ver weg kunt houden en dus allerlei pottenkijkers uit de buurt kunt houden.
En bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug waren ook een aantal grote buitenplaatsen met mooie huizen erbij. En die werden ingenomen door de Duitse geheime dienst, van waaruit ze de Engelsen konden bespioneren. En op andere plekken waren die prachtige huizen natuurlijk ideaal geschikt om daar hoge Duitse officieren in onder te brengen, die daar vervolgens mooie feesten en partijen konden organiseren en ook zich met een representatieve woning en buiten toe konden presenteren. Dus het was een prettige plek om te verblijven. En in die parken, daar kon je dan bijvoorbeeld munitie opslaan en je kon er met je soldaten oefenen. En in de loop van de oorlog, toen de Duitsers raketten hadden uitgevonden, was dat een ideale plek om raketinstallaties op te bergen. Want tussen de hoge bomen vielen ze niet zo op. En op het moment dat er dan geschoten moest worden, had je de plek om zo'n prachtige landingstoestand te bouwen, waarmee de V1's en later de V2's richting Londen konden worden geschoten. Dus op allerlei manieren werden die kastelen en buitenplaatsen door de Duitsers ingezet in hun oorlogsinspanning. Aan de kust had je helaas een heel ander soort oorlogsinspanning, want nadat duidelijk was dat de Engelsen niet verslagen konden worden via de Luftwaffe en een grote invasie van Engeland niet te doen was, moest de kust verdedigd worden door de Duitsers vanaf Noorwegen tot aan Spanje tegen mogelijke invasies. En dat betekende dus ook de lange kustlijn van Nederland die moest worden verdedigd. En dat betekende de bouw van duizenden bunkers, het aanleggen van tankgrachten, van loopgraven. En ook in de kuststreek lagen flink wat buitenplaatsen en kastelen. En sommige werden dus gewoon rigoureus afgebroken omdat ze in de weg lagen. En ze ook niet wilden dat eventuele binnenvallende troepen zich daar konden verschuilen. En in de parken moesten al die verdedigingswerken worden aangelegd. Dus die werden vaak helemaal kaal geslagen. Om dan vervolgens al die bunkers te bouwen en die grachten te graven. Waardoor er van de prachtige 18e eeuwse en 19e eeuwse parken niet zo gek veel overbleef. In het Zeeland heb je nog een heel ander verhaal. Ook daar heb je natuurlijk een mogelijke invasiegevaar. En daar had men het idee van als we nou de dijken doorsteken, dan staat de boel zo onder water. Dan is het voor die Engelsen ook geen doen meer om hier binnen te vallen en later de Amerikanen. En dat betekent dus ook dat daar door die inundaties hele grote delen van ook parken en prachtige huizen onder water kwamen te staan. En een voorbeeld is de Moesbos en de Torenvliet. En zo zijn er nog meer huizen waar die op een gegeven moment onder een anderhalve meter water kwamen te staan. En waarvan het park na maandenlang zout water bedekt te zijn door een laag zout water ook niet zoveel meer leven liet zien. En dat moest dus na de oorlog allemaal worden hersteld, zover men daar geld voor had. Toen eenmaal de invasie was geweest en de Engelsen en Amerikanen en Fransen en Polen steeds meer richting Nederland optrokken, moesten de Duitsers gaan nadenken over verdedigingslinies. En zij kozen bijvoorbeeld in Brabant en Limburg om zich op allerlei plekken te verschansen en een min of meer kant-en-klaar verdedigingswerk waren de kastelen die daar nog stonden. Dus de Duitsers gingen zich daarin verschuilen. En de soms al 2 meter dikke muren hielden in ieder geval wat kogels en granaten tegen. Dus het betekende dat toen dus de geallieerden optrokken, die kastelen op een gegeven moment in een vuurlinie kwamen te liggen. En soms duurde dat weken en maanden. Met als gevolg dat die kastelen behoorlijk werden beschoten en soms werden gebombardeerd. En je ziet dus ook in Limburg een flink aantal kastelen dat toen in feite met de grond gelijk werd gemaakt, waar er nog maar een ruïne van over was. Bijvoorbeeld in Gijsteren, waar alleen nog maar wat muren overeind stonden. En tegelijkertijd waren natuurlijk verder naar het binnenland die Duitsers nog steeds in bezit van die kastelen en buitenplaatsen, waar ze dus al 4 jaar lang hun hoofdkwartieren, hun noodhospitaals, hun munitieopslagplaatsen en hun kazernes hadden ingericht. Dus ook dat waren daarmee militaire doelen geworden. Dus Engelse en Amerikaanse vliegtuigaanvallen richten zich ook op die kastelen en buitenplaatsen. En als dan bijvoorbeeld de ondergrondse doorgaf en zit daar en daar een afdeling SS,
dan stuurden de Engelsen en de Amerikanen wat vliegtuigen en werd de boel gebombardeerd. En bijvoorbeeld het Utrechtse kasteel Zuilenstein is een van de slachtoffers daarvan. Want daarvan kreeg men ook te horen dat er een Duitse legerafdeling in zat. En dus stuurde men vliegtuigen en werd het huis met de grond gelijk gemaakt. Teleurstellend was dat de Duitsers inmiddels het huis al hadden verlaten. Dus dat ze het eigenlijk voor niets hebben vernield. Ja, dat is wel heel erg zuur. Ja, en dat is natuurlijk met meer gevallen zo, dat de Duitsers inmiddels op de vlucht waren geslagen en er niet meer zaten. Want ja, tussen het moment dat de boodschap kwam van er zitten Duitsers en de geallieerde aanval, daar kon best wel een dag of 3-4 tussen zitten. Als je bijvoorbeeld denkt aan de slag om Arnhem, hè, dus op een gegeven moment wordt in 1944 het plan gelanceerd door de Engelse generaal Montgomery of Maarschalk, is hij zelfs veldmaarschalk, om in plaats van het front langzamerhand richting Duitsland uit te breiden, om in één keer een soort van aanval te doen op Arnhem, om daar de bruggen te pakken te krijgen over de Rijnen, zodat ze heel snel het Ruhrgebied zouden kunnen binnenvallen. Dat betekent dus dat rondom Arnhem een paar weken enorm gevochten is van beide kanten. En juist rondom Arnhem en Oosterhout staan natuurlijk Oostenrijk, staan heel veel buitenplaatsen. Heel veel 18e en 19e eeuwse buitens die waar nogal wat Duitse afdelingen in zaten. En die dus van beide zijden beschoten moest worden. Want op het moment dat een Engelse afdeling zo'n buitenplaats veroverde, werd het voor de Duitsers natuurlijk een vijandelijk doel. Dus van beide kanten zijn toen heel veel van die huizen in puin geschoten. Dus ook daar zijn enorme vernielingen aangericht door de Tweede Wereldoorlog. En toen het eenmaal vrede was, ja, toen moest de schade worden opgemaakt. Want 4 jaar lang een groep Duitse soldaten in huis, die niet altijd even voorzichtig zijn en die soms de wijnkelder ontdekken en die dan leeg drinken en daarna een flink feestje bouwen. Dat is natuurlijk niet zo best voor je interieur. En later komen daar dus de geallieerde soldaten voor in de plaats. Want er zijn de Duitsers inmiddels verjaagd. En die waren soms nog wel redelijk beleefd. Omdat ze te horen hadden gekregen dat Nederlanders als het Duitse broedervolk een beetje netjes behandeld moesten worden. En snapten ze ook wel dat het vernielen van die huizen ze niet echt populair zou maken. Dus daardoor was de Duitse bezetting van huizen vaak wat minder schadelijk dan de geallieerde soldaten die op weg waren naar Duitsland. Hooguit een paar dagen, soms een weekje of wat, in zo'n kasteel zaten. En in die tussentijd het te snel van namen natuurlijk om gebruik te maken van het feit dat ze eindelijk in wat betere omstandigheden ondergebracht waren. Dus die waren al helemaal niet enorm voorzichtig met wat ze daar aantroffen. En wilde misschien ook nog wel eens een souvenir naar huis meenemen. Zoals we ook gezien hebben in Irak, toen de Amerikanen daar binnengevallen waren en de lokale musea geplunderd werden. Dus toen eindelijk de vrede was getekend en iedereen weer naar huis was gegaan van de geallieerde en Duitse soldaten, toen kwamen de Nederlandse eigenaren van buitenplaatsen en kastelen weer thuis. Of wat er nog van over was. En precies, die ontdekten daar dus een enorme puinhoop. Als ze al iets ontdekten en niet alleen maar een stapel stenen met een groot gat in het midden. Dus voor veel eigenaren was toen de discussie van, wat nu? Want het wederopbouwen van die huizen was nogal een hoop, een kostbare zaak. Ook zij hadden natuurlijk de jaren voor de Tweede Wereldoorlog de crisis meegemaakt. Dus hadden vaak ook niet meer enorme financiële reserves. Bovendien, wat je ook in de eerste helft van de 20e eeuw zag, is dat nogal wat families, adellijke families, introuwden met elkaar, waardoor één familie best 12 buitenplaatsen en kastelen kon bezitten. En veel daarvan hadden ze voor de Tweede Wereldoorlog al niet in gebruik, omdat je met zo'n enorme hoeveelheid huizen
ze echt niet allemaal nodig hebt. Dus een aantal werd dan verhuurd of stond leeg. En dat is natuurlijk ook niet zo goed voor een huis. En als je dan dus daarna terugkomt en je verhuurde, zeker lege huis, is ook nog zwaar vernield. Dan is dus maar de vraag van wat ga je daarmee doen? Heb je überhaupt de middelen en heb je ook de wensen om dat allemaal weer te gaan repareren? Nou, veel eigenaren besloten van niet. En, of besloten elders op het terrein een klein huis te bouwen, een modern huis met van alle gemakken voorzien in plaats van het koude, tochtige kasteel zonder centrale verwarming en stroom, water en gas. Dus dat betekent dat heel veel huizen op dat moment een soort onzekere toekomst tegemoet gingen. Van wat ging de eigenaar daarmee doen? Nou, sommigen besloten om de zaak te verkopen en anderen besloten het te verbouwen en dan te gebruiken op een heel andere manier. Je kan er een kantoor in openen of een scholengemeenschap of een ziekenhuisje of een gezondheidsinstelling of een advocatenkantoor. Dus heel veel van de huidige hergebruikfuncties van kastelen en buitenplaatsen zijn eigenlijk veroorzaakt door de Tweede Wereldoorlog. Omdat na de bevrijding dus bleek dat heel veel eigenaren geen zin en geen mogelijkheden meer hadden om er te gaan wonen. En toen kwamen al die dingen op de markt. En er was woningnood en later was het voor veel bedrijven en instellingen ook wel een representatieve plek om te gaan zitten. En vanwege die grote parken eromheen ook nog plek om de boel uit te breiden. En dan had je nog een speciale categorie kastelen en buitenplaatsen, namelijk die van Duitse eigenaren. In 1945, aan het eind, november, Nederland is inmiddels een paar maanden bevrijd, wordt de Nederlandse Kastelenstichting opgericht, omdat vanwege de beslissing van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen in 1944 om alle Duitse eigendommen te naasten, dus in te pikken zou je kunnen zeggen, en er ook een hele berg kastelen bij zitten van Duitse families, is er een club nodig die die kastelen beheert. Want de bedoeling is natuurlijk dat die Duitse eigendommen die door de regering worden genaast te gelden worden gemaakt. En van dat geld kan de wederopbouw beginnen. Want Nederland is natuurlijk door die 4-5 oorlogsjaren zwaar aangetast. En er is een hoop geld nodig. De Nederlandse bevolking zelf is arm. Dus je kan nog niet zo heel veel belasting heffen. Dus ergens moet het vandaan komen. En wie is het meest geschikt om dat te betalen? Dat is de oorzaak van het geheel. Dat zijn de Duitsers. Nogal wat adellijke families in Nederland hebben Duitse wortels of zijn door erfenissen of door huwelijken met Duitse families gelieerd. Dat betekent ook dat Nederlandse kastelen in handen zijn gekomen van die Duitse takken. En die kastelen worden dus in 1945 ingenomen. Dus Nederland zit met tientallen kastelen van Duitsers. Alleen, wat moet je daar nu mee? Want de overheid is natuurlijk niet gewend om kastelen te beheren. En bovendien moet er dus iets mee gebeuren, zodat het geld gaat opleveren. Een groep experts die wordt gevraagd om in de Nederlandse Kastelenstichting zich over dat probleem te buigen. Dus in 1946 en 1947 zie je dat die experts die huizen gaan bezoeken, in beeld in kaart brengen wat daar allemaal mee zou kunnen. Maar ze komen al snel in een spagaat terecht. Want daar waar de Nederlandse overheid in de vorm van het beheersinstituut, zoals dat heet, zo snel mogelijk geld wil zien en dus al die genaaste eigendommen van de Duitsers en of foute Nederlanders wil omzetten in pecunia, zien de deskundigen van de Nederlandse Kastelenstichting dat die kastelen een belangrijk erfgoed zijn, belangrijke monumenten zijn. En dat het in stukjes knippen en afbreken of verkopen daarvan ervoor zal zorgen dat heel veel erfgoed verloren gaat. Dus er komt een discussie van, ja, zijn we niet verplicht als overheid om zuinig te zijn met ons erfgoed? Of zijn we niet verplicht om zo snel mogelijk veel geld te hebben, zodat we de oorlogsschade kunnen gaan herstellen? Nou, het geld wint
En dat komt natuurlijk niet alleen doordat de nood het hoogst is en dat daar eerst iets mee moet gebeuren, maar ook omdat de eigendommen van Duitsers natuurlijk niet bovenaan de prioriteitenlijst staan. Want ja, na die oorlog en zeker natuurlijk na duidelijk wordt wat de Duitsers allemaal hebben uitgespookt in de concentratiekampen, is het erg lastig om daar iets positiefs mee te doen met Duitse bezittingen. Dus je ziet opnieuw dat heel veel kastelen en buitenplaatsen van Duitsers dus worden afgestoten, worden verkocht. Of in ieder geval het land eromheen, de boerderijen eromheen, de prachtige interieurs zover ze er nog zijn. En als er dus al eigenaren zijn die kunnen bewijzen dat ze niet fout waren in de oorlog en hun bezit terugkrijgen, dan krijgt er dus meestal een lege huls terug waar ze ook niet zo heel veel mee kunnen. En die worden dan alsnog verkocht en afgestoten. Zeer tot het verdriet van de Nederlandse Kastelenstichting, die zijn best doet in die tijd om eigenaren te begeleiden met van wat zou je nou wel kunnen. En ook heel erg ervoor pleit dat er ondersteuningsregelingen komen vanuit de overheid om die kasteeleigenaren bij te staan. En dat doen ze dan veel breder dan alleen maar de eigenaren van die genaaste huizen, maar in feite van alle kasteeleigenaren. En door de grote crisis in de jaren 30 ging het ze al niet zo goed. Was er eigenlijk al een behoorlijk gevaar voor het voortbestaan van die kastelen en buitenplaatsen. En de Nederlands Kastelenstichting zet zich dus op dat moment enorm in om te proberen om die monumenten te bewaren voor de toekomst. Nou, op een gegeven moment merken ze dat ze daar bij de overheid niet zo'n gehoor krijgen. En dan wenden ze zich eigenlijk tot het Nederlandse publiek. Ze besluiten donateurschap in te stellen. En ze besluiten de Nederlandse inwoners te vertellen hoe belangrijk kastelen en buitenplaatsen zijn. Niet alleen als plekken waar veel geschiedenis is vastgelegd, maar ook als plekken van waar door het park prachtige natuur is, door het huis een mooie architectuur is. Dus waar je ook schoonheid kunt ervaren, waar je rust kunt ervaren, waar mooie verhalen aan verbonden zijn. En waar ook vaak voor de lokale en regionale samenleving hele belangrijke gebeurtenissen zijn geweest. Dus het is ook een lieu de mémoire, zoals dat heet, een plek van herinnering. Lokale overheden zien dat wel en waar ze dan een beetje mogelijkheden en geld hebben, dan zie je ook wel dat ze, al dan niet gestimuleerd door de Nederlandse Kastelenstichting, besluiten het kasteel aan te kopen en daar dan het gemeentehuis in onder te brengen of kantoor in onder te brengen of het te verhuren als cultureel centrum. Maar ja, lang niet alle kastelen zijn zo gemakkelijk te gebruiken daarvoor. Dus de taak van de Nederlandse Kastelenstichting wordt eigenlijk steeds groter. En dus waar je eigenlijk zou verwachten dat ze zijn opgericht om een aantal kastelen te begeleiden naar een nieuwe toekomst na de Tweede Wereldoorlog, zie je dat ze steeds belangrijker worden om het hele Nederlandse kastelenveld te ondersteunen bij hun rol in de samenleving. En je ziet dan ook dat de plek van kastelen in de Nederlandse psyche heel belangrijk is, dat heel veel mensen, als je ze vraagt van wat moet je met dat oude ding bij jou in het dorp, zul het maar afbreken, dat ze dan echt in verontwaardiging roepen, nee, dat is enorm belangrijk, ik kom daar regelmatig, ik vind het een prachtig ding, mooie verhalen te vertellen. Alleen dat het natuurlijk heel erg lastig is om daar geld voor te vinden. Dus dat de Nederlandse Kastelenstichting een belangrijke rol heeft om dat bewustzijn in stand te houden, om die verhalen vast te leggen en te presenteren, uit te dragen, zodat daarmee ook het maatschappelijk draagvlak blijft bestaan. En op die manier het gevaar van het verdwijnen van kastelen en buitenplaatsen wordt tegengegaan. Want dat kan gebeuren, heeft de Tweede Wereldoorlog wel laten zien. Want toen zijn er tenslotte honderden kastelen door de oorlog zwaar beschadigd geraakt. En een x-aantal daarvan is gewoon verdwenen. Dus de NKS taak blijft heel belangrijk, ook al is misschien straks de NKS als instituut veranderd. Het inzetten voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen blijft een belangrijk iets voor de toekomst. Bedankt voor het luisteren naar de Dag van het Kasteel podcast.
podcast. Aansluitend op 75 jaar bevrijding is het thema van Dag van het Kasteel Bezet en Bevrijd, Kastelen en Buitenplaatsen 1940 tot 1945. Benieuwd naar nog meer verhalen? Kijk dan op www.dagvanhetkasteel.nl. Hier vind je blogs, video's en nog veel meer. Of volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlands Kastelenstichting. De intro- en outro-muziek van deze podcast is gecomponeerd door Ellen Steffers-Dekker en uitgevoerd door duo Two of a Kind. Tot snel!